Vind je het lastig om gesprekken te volgen of om te verstaan wat op televisie gezegd wordt? Wil je je gehoor of dat van je kind beschermen tijdens een concert? Heb je problemen met je evenwicht? Dan kan een audioloog en/of een audicien je helpen. Deze paramedische beroepsbeoefenaars werken nauw samen met de neus-keel-oorarts om de oorzaak en de mate van gehoor- of evenwichtsverlies te bepalen. Afhankelijk van de ernst van het gehoorverlies kan de audicien een aanpassing van een hoortoestel voorstellen. En indien nodig zal de audioloog een bijkomende hoortraining voorstellen. De audioloog is ook een belangrijke professional bij de behandeling van tinnitus, oorsuizen. De audicien biedt oordoppen op maat aan om je oren te beschermen tegen lawaai of water. Beide beroepsbeoefenaars werken op verzoek of op voorschrift van een gespecialiseerde arts. De kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënt worden gegarandeerd door hun hoge kwalificatieniveau en door de erkenning van de gemeenschappen en het visum van de FOD Volksgezondheid. Het ziekenfonds vergoedt de meeste prestaties. Audiologen en audiciens werken in ziekenhuizen, zelfstandige praktijken van neus-keel-oorartsen, hoorcentra, revalidatiecentra en arbeidsgeneeskundige diensten. Meer weten over de andere paramedische beroepen? Bekijk dan onze filmpjes op health.belgium.be. Een initiatief van de federale overheid.